Pesto, dat is nou echt in een handomdraai klaar. 5 minuutjes hooguit. Dus koop alsjeblieft geen kant-en-klare pesto meer in een potje in de supermarkt. Maar maak hem lekker zelf. Dan weet je precies wat je in je mond stopt. En het is veel en veel lekkerder. Wat heb je allemaal nodig? 2 basilicumplantjes. Zout en peper. 50 gram parmezaanse kaas. 3 flinke tenen knoflook. 50 gram geroosterde pijnboompitten. En een klein beetje olijfolie of zonnebloemolie. Je doet alles samen in een kom. En pureren maar. En klaar. Niet te veel gezegd, toch? In een handomdraai klaar. Ik denk zelfs nog minder dan 5 minuutjes. Maar durf vooral te experimenteren. Vind je het nou te pittig? Laat dan wat knoflook weg. Hou je van een wat nootachtige smaak? Voeg je wat meer pijnboompitjes toe? Maar durf het vooral. Vind je deze video nou leuk? Like hem dan alsjeblieft even. En als je dan toch eenmaal bezig bent, abonneer je dan ook alsjeblieft op mijn YouTube kanaal. En wil je nou dat ik bij jou thuis kom om jou in je eigen keuken het een en ander te leren met betrekking tot koken? Of misschien wel deze pesto? Neem dan even contact met me op. Kelly@movingkitchen.nl